Hallo, goeiedag iedereen. Ik ben Verdon Hoogsta, 22 jaar oud en al een jaar actief binnen U-Smile. 11 maanden geleden werkte ik als studentenjob bij Deleuze. Een student die altijd was bezig met school en zo en probeerde een centje bij te verdienen om toch een goede leven te hebben. Tot de dag dat ik heb U-Smile leren kennen. Ik was een student eigenlijk die nooit heeft gedacht aan een carrière in sales en marketing, maar toch durfde ik altijd nieuwe dingen te proberen. Er zijn twee nieuwe dingen die hebben echt ervoor gezorgd dat ik binnen U-Smile ga starten. En dat is gewoon de manier van werken doorgroeimogelijkheden. Door deze twee nieuwheden heb ik eigenlijk gewoon met volle kracht begonnen in U-Smile. Daarna een tip dat ik kan geven aan alle verkopers binnen de U-Smile is gewoon uit de comfortzone komen en niet blijven haken aan bepaalde strategie van verkoop. Een van de hoofddoelen van U-Smile is ook om elke consultant in staat te stellen om zijn of haar dromen te bereiken. En een van mijn dromen is nog steeds om verschillende landen te gaan bezoeken, omdat hoe meer je reist, hoe meer gaat je weten over verschillende samenlevingen, verschillende culturen en zo. Zo'n reis wordt niet zomaar gegeven, zo'n reis moet je eigenlijk verdienen. Dus het feit dat ik ben nu hier in Albanië, dat betekent dat ik moest hard voor werken om deze reis eigenlijk te winnen. Dus het is eigenlijk, ik kom van Kosovo eigenlijk, maar vroeger we waren één land met Albanië, dus eigenlijk ik voel me thuis. En ik gebruik nu elke seconde, maar het is echt prachtig om met U-Smile hier in Albanië te komen. Helaas doe ik niet meer mee met het dozenspel, maar ik kan zeker en vast mijn ervaring meedelen. Het dozenspel vereist drie dingen. Als je discipline hebt, een sterke mindset en zelfvertrouwen hebt, je gaat sowieso je targets behalen. Ik heb elke target behaald, behalve de derde target. Oké, toen begon ik aan mezelf te twijfelen dat ik het niet ga kunnen. En dat, waardoor ook mijn discipline omlaag ging en waardoor ook ik heb de targets niet gehaald. Maar ik moet eerlijk zeggen, toen ik was in het dozenspel, werkte ik gefocust 5 à 6 uur om de targets te behalen. Voor alle Nederlandstaligen die niet hebben meegedaan met het dozenspel, zou ik zeker aanraden om volgend jaar deel aan te nemen, omdat het dozenspel zal ervoor zorgen, zal je een boost geven om het grootste positie bij U-Smile te bereiken.